En hallo iedereen, welkom bij een nieuwe servertour, Biotown. Opeens spannen het allemaal mensen in me. Ja, ik heb gehoord dat de Baron weer terug is. Mietje, hij is uiteindelijk weer teruggekomen in de cirkel. En ja, we hebben gehoord dat er zijn hoofdkwartier nu in de server zit. Dus laten we ermee beginnen. Durven jullie nu nog? Nee, de survival. Haha, de Baron. Ja, de Baron. Dat durf ik inderdaad. Nee. Totaal geen angst voor die vent. Ik bedoel, kom op. Hij heeft een monocle. Kom op. Hij heeft een monocle. Hallo, ik ben een 14-jarig meisje en wil heel graag in de servertour. Ik hou van Biontown en doe alles om in de servertour te komen. Please. Nou, beste meisje, 14 jaar. Welkom. Geen idee wat hier aan de hand is. Oké. Okay. Nou, het is van... Oh, het is... Oh, de Baron. Als mensen nou eens even weggaan hier zo. Ze zijn echt fucking irritant. Ze achtervolgen me de hele tijd. Oké. Er is geen uitweg en je zal sterven. Je kan niet meer weg. Spring je dood tegemoet. Sterf. Oh, joh, taal. Oké. Ha, ik leef nog, Baron, sukkel. Ha, daar ga je de wereld uit. Nou, denk het niet. Nope. The fuck, ik zie mensen rondvliegen hier. Oké, maar waar moet ik naartoe dan? Wat ik dit. Wat? Wat? Is dit wel mogelijk, zeg maar? Want. Waar moet ik naartoe? Oh, ik moet hier. Oké. Drommels, het is je gelukt. Oh, nice, het is me gelukt. Oké. Hoeveel afleveringen had de Tekkit. Oh, nee. Hoeveel afleveringen had de Tekkit serie? Oh, ik probeer het zeg maar dichterbij te zien. Ik denk dat het... Oh god, ik dacht eigenlijk dat het 30 was. Oké, dat is niks. Dat is... Ik kan het gewoon hier doorheen. Losers! You lose, motherfucker! Lose! Oké, in... The fuck? Ik zie opeens een vliegende leaf naar binnen lopen. Wat? De... Hey! Piggy, help me! Help me, wat is de volgende vraag? Wat is dit nou weer? In welk jaar komt mijn eerste gaming video online? Piggy, help me! Help, Piggy. Maar je kan het gewoon zien. Wat is dit voor... Dit is stom. Baron, je bent stom, man. Frikandel, er staan gewoon bordjes op de juiste antwoorden. Althans? Ah, nee, nu niet meer. Ah, kut. Oké. Welke banner zat er in een Bio... Movie of Bio Town video? Sterretje uit O.O. Gerso natuurlijk. Duh. Nou, nee, denk het niet. Haha. Oké, dan is het, wat? Huh? Maar dan ga ik dood dan. Het is sowieso sterretje uit O.O. Gerso, hoor. Oh, wacht eens even. Ja, maar... Waarom blijft die deur openstaan? Oh, dit is best wel dom gedaan, Baron. Dit is echt heel dom gedaan. Ik sta op de middelste pressure plate en alle deuren gaan open. Damn, Baron. You not so... Oh, TNT. You not so smart. Oké, eens even kijken. Oké. Ik neem zo'n baronhoofd mee. Waarom niet? Geef mij de baronhoofd. Dankjewel, Baron. Ik heb een hoofd van je. Sorry. Oh, en ik dacht van sorry stond. Je bent goed. Geniet van je laatste momenten. Oké. Ja, oké. Baron, why are you so stupid? Baron, why are you so stupid? Oké. Hoppatee, kijk. Baron is niet echt slim. Baron is niet echt zo slim. Zat dit trouwens de hele tijd onder de Biontown? Want dat is eigenlijk best wel apart dat dit... Moet ik hier naartoe? Jullie irriteren mij nu. Haha, wat? Moet ik deze kant op? Moet ik misschien de andere kant op? Want ik weet niet. Oh, wauw, ik moest gewoon die kant op. Serieus? Dat is echt... Baron, why you so lame? Jullie irriteren mij nu, ik irriteer jullie. Haha, ik ben Russisch geworden, een Russische baron met monocle. Yes, I like. Oké, maar ik heb een zwaard in mijn handen, het magische zwaard ter destructie. Dus ik kan me hier gewoon doorheen slaan. Maar omdat ik het zeg maar gewoon, ik houd het spannend. Dus laten we het gewoon, althans die fijn, dit is wel aardig irritant. Maar ik houd het spannend. Kijk, dit is gewoon de uitgang. Pff, wat een spanning. Oké, bijna. Oké. Oh, oké. Dit is een echte maze. Kan ik je trouwens langs? Nee, daar kan ik niet langs. Oké. Oké, I like. Oké, I'm Barney. Barney van de Flintstones, boeia. Oké. Mijn wraak zal zoet zijn. Zoete wraak is zoet.
Nog meer baronhoofden. Ik vernietig alles met jou erbij. Heb je het gered? Je gaat er verkeerd uitkijken. Dan ga ik denk ik juist wel goed. Ik denk dat ik nu juist goed ga, omdat ik verkeerd ga. Waarom? Ga ik nu echt verkeerd of? Oké, dus. Nee, ik ga hier een trap omhoog. Hé, ik zie eigenlijk weer wat. Oké. Hier, een three-way. een threesome. Oké, maar hier staat een sign. Zal ik eerst de sign lezen? Dit is 100% de verkeerde weg. Waarom doe je dat, Baron? Ga weg. Kut, Baron. Gaan we zelf weg. Oké, ik kan die kant op en ik kan die kant op. Ik hoor hier allemaal zombies. Waarom dat? Why you so zombies? Why you so? Oké. Why you so zombie? Oh, hey, er staat hier bedrock. Huh? Er staat hier. Wie heeft hier bedrock geplaatst? Hallo? Moet ik. Ik neem aan dat ik daar naartoe moet. Waarom? Bedrock. Een appel, dankjewel voor de appel. Ik vind wel een manier, Baron. Ik vind wel een manier. Ja, een beetje met je bedrock plaatsen. Jij sukkel. Hahaha, ik ga er onderdoor. Als dat mogelijk is. Ja hoor, ik ga er gewoon lekker onderdoor. Why are you so stupid, Baron? Why? Oh, dat is een val. Why are you so stupid? Oké, dus ik neem aan dat ik. Oh, kut. Oh. Baron! Ik zie je wel. Rambals! Die vervelende Jordi! Wat? Baron? Waar ben je? Baron? Ben je er nog? Baron? Oh god. Oh. Oh. Dit is echt de meest verschrikkelijkste puzzel. Ik hoor overal TNT afgaan. Ik vind het niet cool. Oké, voorzichtig. Als er één pressure plate wordt gehakt. Nee! Baron! Fuck jou, Baron! Nee! La la. Fuck jou, Baron! Ik leef! Jordi, je bent een grote lul en ik zal jou vermoorden. Ik sloop je hele server en jou ook, Jordi. Fuck jou, Baron! Ik leef! Oké. Oh, er gaan meer af. Of niet? Ik leef. Ik hoor allemaal TNT. Ik leef nog steeds. Oké. Ik weet niet, wat? Wat? Oké. Ik hoor nog steeds TNT afgaan. Ik weet niet wat er gebeurt. Nee. De baron kwam net hier vandaan. What the fuck? Deze hele kamer is nog intact. Hoe kan dat nou weer? Oh, ik sta wel. Baron is niet zo slim geweest. Het grappige is, er zit allemaal TNT onder, maar er zit een open ruimte onder. Dus niks gaat kapot omdat alle TNT naar beneden valt. Oh, Baron, why you so stupid? Hey, ik kan hier omhoog. Oh, hey. Dat heb ik niet gezien. Hey, Baron, why you so stupid? You, Baron, you so stupid. Wie is dat? Wie? Ik zie daar wat. Who's that? Ik zie daar wat. Wie is dat? Waarom hoor ik iemand op de achtergrond? Oh! Hek kut! Naar beneden. Nou, kom op! Trommels! Oké, ik dacht dus echt dat ik hier gestoot. Oh, een skelet! Nee! Oh god. Oh god, ik word achterna geschreven door skeletten. Oké, niks aan de hand. Ik zie hier een sign. Auw! Stelletje idioten. Baron is volgens mij dyslectisch.
Volgens mij is de baron dyslectisch. Ga weg! Godver. Er zijn allemaal beesten achter me aan. Hey, dit is Benster. Zit er wat in? Nee. Oh ja. Die beesten zitten achter me aan. Oké. Bedrock. Ja, sowieso. Ik moet er nu denk ik wel zijn. Ik spawn nergens bij Bedrock, nam ik aan. Ja, toch? Auw! Kutskelet. Wat is dit dan weer? Iron! Ik wil die iron hebben. Oh, ik heb alleen geen pickaxe. Nou, ik ga er wel naartoe. Hoppatee. Zo. Auw. Vuur. Oké, daar kom ik. Oh god, wat de fuck is dit? Oh. Hi, Bron. Trammels! Hoe heb je het overleefd? Water. Trammels! Mijn plan is er weer mislukt! Waarom? Vrees het vol zijn. Ik zal je pakken nu! Kom hier, jij! Oh. Kom hier, jij! Zombie! Nee! Oh god. Oh god. Oh, ik ben dood. Fuck, Bron! Fuck! Ah, die is dus ontkomen, de flikker. Klootzak dat hij er is. Hoe gaan we deze vent pakken? Dat is echt... Hij zet de hele Biotown server in de fik. Alles maakt hij kapot. En het intellectueel, hij niet geweldig is. Hij maakt wel eens kapot. Dat moeten we niet hebben. Hoe verslaan we zo iemand? Ah, dat is de vraag. Laat erachter in de reacties. Hoe kunnen we de baron het beste gaan verslaan? Ik weet niet. Hoe denken jullie dat we het beste kunnen verslaan? Ik weet het niet. Hij is best wel sterk. Met TNT. Nee, ik denk dat ik het hierbij ga laten. Want ik weet niet hoe ik hem anders moet aanpakken. Dus als jullie ideeën hebben, laat het achter in de comments. Ik zou het voor de rest niet weten. Dus ja, vond deze video leuk? Doe dan een groen duimpje. Wil je meer abonneren? De volgende keer. En de volgende keer komen we misschien met een plan van aanpak. Ik weet het niet. Ik weet niet wat hij nog meer in petto heeft. In ieder geval, tot dan.